Germinal Beerschot, Antwerpen aan. IJspauze, een minuut stilte. En een uit volle borst gezongen You'll Never Walk Alone, dat u nog hoort na Zinderen. Volke Pakka krijgt de bal bij De Vree. Romani, Reini, kort gescoren. De bal is bij Bernd Thijs, die ziet Dagan overtrekken. Geen slechte bal. En Luciano was er veel te ver uit. En de goal van Mumu Dagano. In het Olympisch Stadion waar hij vorig seizoen nog speelde. Zijn vierde van het seizoen. Zo snel gaat het. En zo groot is het contrast dan ook meteen. Met die minuut stilte. Bernd Thijs die speelt die bal niet kwaad voor de voet van Mumu Dagano. Die neemt hem vol op de linker. Maar de foute inschatting was die van Luciano da Silva. 0-1 Racing Genk na seconde voetballen. Van Beuren krijgt de bal terug van Thijs. Loopt zich dan te pletter op Huismans. Dit is Dont die probeert eruit te komen. Rijgel stuurt hem door. Maar aan de verkeerde kant van Haagdoorn. Heel goed diep van Thijs. Dit is Dagano voor de goal. Sonk. Daarde komt er ook bij. Goeie kans voor Racing Genk. Maar niet zuiver ingespeeld door deze Mumu Dagano. Beloufa op Kepaka. Die levert in bij De Vree. Kepaka opnieuw. De Vree, dat is een goede beweging voor de goal. Haagdoorn, De Vree, knappe beweging. Bal achter Kepaka, nu komt Rijgel en die trapt. Houdt de bal niet laag, Tim Rijgel. Hoofd van Van Beuren, opgevangen Beloufa. Goed naar buiten naar Huismans, die speelt hem ineens door voor Kepaka. Socora in de verdediging. Dat is ook zijn positie natuurlijk. De Pakka, goede verandering. Bal tot bij De Vree. Dat is een goede. En het was geen buitenspel. Randje, De Grijze en Haagdoorn. Maar ze mochten doorgaan van de lijnrechter. Maar Moons goed op de bal. Montaigne. Goede bal op Huismans. Châtel komt terug, maar die is hij al kwijt. De Pakka, daar is een schot. Een beetje gesmoord. Haagdoorn. Opnieuw Huismans. Die had daar net ingegooid. Probeert er tussendoor te komen bij Châtel en Van Beuren. En die heeft naar Sonk gespeeld. De overtreding was, dacht ik, van Rijgel. Maar scheidsrechter Meeschaert zegt dat ze mogen doorgaan. De Pakka! Op de paal. Dit wordt het doelpunt van Haagdoorn zeker. Goed gekiept door Moons. En dan lukt het doelpunt niet. Polke Pakka. Hij trof de paal. En bijna kwam Beerschot weer terug. Bal wijkt nog even af. Moons kon er niet aan. Dan de paal. Dan Haagdoorn. En dan werd de hoek bijzonder scherp. Sonk. Dat mislukte half. Maar de bal komt toch aan bij Daarde. Kon Svetličić niet uitspelen. Skoko, goed gedaan. Wesley Sonk daar helemaal vergeten. En een pegel tegen de paal. Wesley Sonk, keihard. Maar niet erin. Tweede bal tegen de paal. Eerst die van Kepaka, nu die van Wesley Sonk. Sonk samen met Dagano al goed voor 10 goals in iets meer dan 4 wedstrijden. Thijs, Kepaka. Of Socora was het natuurlijk. Mooie dribbel van Romani. Bijna een goede 1-2 tussen Romani en Sonk. Romani! Save van Luciano. De linksachter van Racing Genk die even voorin komt meedoen. De 1-2 met Wesley Sonk mislukte eigenlijk. Maar hij kreeg hem terug van Beloufa. En zo werd het nog gevaarlijk. Luciano zet zijn foutje van in het begin van de wedstrijd min of meer recht. Met hier een goede save op de inzet van Akran Romani. Huismans trekt naar de jongen van Beuren. Hij wil buitenom en komt dan binnendoor. Dirk Huismans, goede assist op De Grijze. Maar uitstekend verdedigd door Akran Romani. Goede actie van Huismans. De Vree. Opnieuw De Grijze. Dat is een goede op Kepaka. Ik denk dat daar niks aan de hand was, maar wat doet scheidsrechter Meeschaert?
geeft rood aan Jan Mons. Ik wil hem terugzien natuurlijk, maar voorlopig blijf ik nog bij mijn eerste idee dat Mons weinig of niks te verwijten valt in deze. Een charge met het lichaam. Hoef je zeker geen rood voor te trekken. Ze zaten alle twee ver van de bal. Maar Jan Mons moet eruit. Tweede keer sneu voor een doelman. 10 minuten voor de rust. En Genk moet verder met 10. Thomas Châtel wordt geofferd. In zijn plaats komt onder luid Genks applaus Ist van Brockhausen. De vrije trap met Mark de Grijze. En Genk dus met Brockhausen weer een speler van de kampioenenploeg in de rangen. Goed gegeven, Bond kon er niet aan. En Benoufa kon hem niet goed raken. Montaigne tegen van Benoufa, Huismans. Kan vaak voor problemen zorgen als hij echt van aan de kant kan komen. Kijk maar, Dirk Huismans. Nog een slalom en een schot met links. Bal blijft hangen, de Grijze kon er niet aan. Zokora ruimde op. De druk van Germinal Beerschot neemt toe, wordt heel zwaar. Weer een goede actie van Dirk Huismans, infiltrerend van aan de linkerkant. Daar komt zijn schot. En dan is er Zokora voor de Grijze eraan kan. Hoekschop. Met de Grijze laag. En makkelijk weggekopt. Door Akram Roumani. Stand bij de rust is 0-1 voor Racing Genk. Nu nog te billijken. Haakdoorn. Dont. De Grijze. Kepakka met Sokora. Duwfout dacht ik van Kepakka, maar die mag doorgaan. Geweldige save van Mons dan. Alles wat Genks is, woedend op scheidsrechter Meeschaert. Bal ingespeeld door Svetličić, Huismans. En weer Brockhausen en in de rebound. Wie was het? Haagdoorn, maar weer was Brockhausen daar. Kruipt nadrukkelijk in een hoofdrol. Niet deze Filip Haagdoorn, maar wel Ist van Brockhausen. Dat waren er 3 op een rij. Dit is Huismans. Brockhausen snel weer overeind. Haagdoorn en weer Ist van Brockhausen. Geweldig gedaan van de invallerkeeper van Racing Genk. Dit was die eerste van Germinal Beerschot. Duidelijk een duwfout, dacht ik, van Paul Kepakka. Helemaal zeker ben ik nu. Dan zijn schot. En het geweldige werk van Ist van Brockhausen. Zokora. Goed geblokt door Haagdoorn. Van Roumani die de bal van Reini toegespeeld kreeg. Goed afgelegd door Haagdoorn. Mutafdic. Kepakka tussen twee verdedigers. Daar komt Reini. Hier staat de Grijze. Mutafdic, tweede paal. Verliest de rebound. Niet voor Haagdoorn. En het schot van Huismans wordt geblokt. Opgevangen Rijgel. Het is een bombardement. Reini brengt redding. Je ziet Van Beuren buiten de lijnen staan. Dus zijn die van Genk even met 9. De vrije trap wordt genomen door Mark de Grijze. Vrije trap voor Germinal Beerschot dus. Bal blijft hangen. Berdont tegen de lat. En dan in hoekschop gelopen door Juha Reini. Door een heel klein gaatje ontsnapt Racing Genk aan de gelijkmaker. Vrije trap van de Grijze. Bal valt voor de linker van Dont. Die trapt hem tegen de deklat. Op het uur. De hoekschop. Svetličić. En dan het schot van Benoufa van de lijn gekeerd door Van Beuren. Goed geopend van Haagdoorn. Huismans. Svetličić sluit bij. Huismans zoekt en maakt de actie. Krijgt die bal bij de Grijze. Die maakt ook nog een actie. Krijgt hij die bal voor doel. Niet helemaal goed. Mutafdic. Aangelopen door Thijs. Doorspelen zegt scheidsrechter Meeschaert. Dit is Mutafdic. En dan denk ik zeker een penalty overtreding van Bernd Thijs. Bert Dont van op de middenlijn. Genk plooit. Je zou voor minder. Maar ze breken voorlopig niet. Svetličić. Goede bal op Huismans. Mutafdic voor doel. Huismans haalt het. Kepakka. Bal streelt het zijnet. De hoekschop die genomen wordt nu half gemist.
Svetlicic laat hem liggen. Haagdoorn! En Brockhausen kon er nog aan. Maar niet voldoende. De gelijkmaker van Filip Haagdoorn. Er waren heel wat misverstanden hier al vanmiddag. Niet alleen op het veld, maar ook daarnet in de rand van het veld. In verband met een wissel. Hier mag geen misverstand over bestaan. Het schot van Filip Haagdoorn wordt nog twee keer aangeraakt. Eén keer door een speler van Racing Genk. Eén keer door Ist van Brockhauser. Het staat 1-1 gelijk. En er blijven nog 13 minuten te spelen. Die van Geminal Beerschot zijn ervan overtuigd dat ze de volle drie punten nog kunnen pakken. Dat was Christophe Snelders even aan de bal. En dit is Huismans in zijn gekende stijl. Goeie voorzet. Brockhauser er niet bij. De Grijze niet en ook Snelders niet. Sang Lee afgetroefd door Van Beuren. Dat is iets te kort. Beloufa. Haagdoorn. En eruit. En Wesley Song mag ook in het boekje. Een rode kaart krijgt hij. Het was een zeer geladen wedstrijd voor hem. Stond al onder stoom na een aantal beslissingen van scheidsrechter Meeschaert in de eerste helft. Mag dat misschien niet zeggen, maar min of meer kan ik hem begrijpen. Hier heeft hij trouwens niet eens iets gedaan, stel je dat voor. De tegenstander gleed gewoon achteruit met een rode kaart voor Wesley Song tot gevolg. Toch wel even geraakt op het steunbeen. Dat was net in dat andere beeld trouwens niet te zien. Foutje van Haagdoorn. Wesley aangepakt door Tond. Krijgen we een derde rode kaart. De gele. En heel Genk koopt nu natuurlijk. Maar in dit geval kan ik scheidsrechter Meeschaert wel begrijpen. Het was nog heel ver van het doel. En er waren zeker nog voldoende spelers van Beerschot. Van Geminal Beerschot op komst om de dekking te verzorgen. Er kan nog altijd iets uit de kast rollen voor Geminal Beerschot. Rijgel, koppen van Sang Lee. Daar komt de Grijze, maar daar was Brockhausen. Heel woelig, heel veel ruimte, ontzettend veel kansen. En we zeggen dat niet te vaak, geen te beste beurt van scheidsrechter Meeschaert. Dat gezegd zijnde in het Olympisch Stadion eindigt Geminal Beerschot, Racing Genk op 1-1. Ja, een echte spektakelwedstrijd daar in het Olympisch Stadion.